Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Wat zit er op mijn lens? Een druif. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag. We zijn nog steeds in LA. En ik ben net wakker. Moon slaapt nog en Bibi is ook net wakker. En Bibi let even op Ollie. En Sander en ik gaan boodschappen doen. Dat moet ook gebeuren namelijk. Oh, een beetje donker. En het is warm buiten. Het zou vandaag 32 graden worden of zo. Geloof ik. Dus dat is best wel warm. En ja, that's it. Sander moet vandaag in de studio werken. Ik denk dat wij een beetje bij het huis gaan chillen. En we zien wel. Ik word zo gelukkig van supermarkten hier. Hoe organized ziet dit eruit? Kijk, al die appels en die avocado's. Dit is toch echt heaven. Ik vind het echt heaven. Ik wil dat bij mij thuis alles er ook zo georganiseerd uitziet. En de best part. Oh, de sugar. Ik ga de cupcakes kopen. Ik weet nog niet welke. Of misschien een mini taart. I don't know. Wat zal ik nemen? Wat neem jij die fruittaart? Wat zeg? Jij neemt die fruittaart, toch? Ja, dit. Het is geen donuts of zo. Donuts, ja. 84.000 donuts. Waar dan? Ik zie ze niet. Ik ben weer lekker thuis en we hebben gegeten. En we hebben hier dus een koelkast waar je zeg maar ijsblokjes en water zeg maar in de koelkast hebt. Kijk, hier doe je dan water. Ik wil dit echt zo graag in Amsterdam ook hebben. Misschien moet ik gewoon zo'n nieuwe koelkast kopen. Onze koelkast is namelijk echt gaar. Maar heb je dit überhaupt in Nederland? En ik heb deze donuts gekocht. Kijk hoe lekker het eruit ziet. Super lekker. Dus ja, ik heb een nieuwe top trouwens van Reels. Ik had dit in live gedaan, heel vroeg waar die van was. Het is van Reels. En volgens mij kan je sinds kort Reels ook bij de Bijenkorf of ergens in Nederland kopen. Want ze maken super zachte blousen. En ik ga even naar boven kijken wat Monica en Bibi aan het doen zijn. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag en we zitten in de auto. En Monique gaat even langs het PR-bureau en Bibi en Sander gaan iPad kopen. Oh, ga je een iPad kopen? Oh, zo leuk. Leuk hè? Oh, zo leuk. Ik ben heel blij. Ja. En gemerkt. Goedemorgen Sander. Hoi schatties. Gadver. Gadver. Zo chagrijnig. Je hebt ons net allemaal een klap gegeven hoe ga je zoeken. Ja, dat is waar. Nou, vanochtend was ik gewoon heel chagrijnig. Heb je toch wel eens? Chagrijnig bent zocht. Niet als je met deze prinses bent. Ging je zo naar bed? Ja, ik ging om... Ik zag dat jij een Insta-story had gepost. Oh ja, over de World Needs a Group. Vier uur geleden in de ochtend. Ja, dat klopt. Oh my god. Ja. Wat gaan we doen vandaag, jongens? Lunchen. Lunchen, strand, shoppen. Nee. Sorry, wat we gaan doen? Ik weet het precies. Deze jongen gaat jullie rondrijden. Jij hebt ons Uber. Misschien krijg je wel 5 sterren als je minder chagrijnig bent. Met een glimlach om het te zien. Misschien. En als je zo... Misschien zijn we ook allemaal wel chagrijnig omdat we geen koffie op hebben. Dat zou best kunnen ook. Nee, maar ik heb echt letterlijk 4 uur geslapen toen jullie me wakker maakten. Ik was gewoon nog niet klaar. Je werd om 9:30 wakker. En waarom ga je zo laat naar bed? Omdat ik aan mijn muziek heb gewerkt vannacht. Ja, maar ik heb die dagen daarvoor ook 4 uur geslapen. Toen was ik ook niet chagrijnig. Ja, maar jij bent 22 en perfect. Dat is waar. Jij bent 60 en imperfect. Precies. Dus ja, versleten. Let's go. Wij zijn aangekomen in het Reels Hotel waar we gaan lunchen. En het is hier echt super mooi. Dus ja. En Olly en Sander zijn bij. Jij past ook helemaal aan het interieur. Ja, dat is niet bedacht. Dat dacht ik wel. Cheers! En de Pretty Momo. Wij zijn naar het strand gereden na de lunch. Olivia heeft zo'n lief badpakje aan die ze van Mo heeft gehad. Het waait best wel hard vandaag, de golf zet ik best wel hoog. Het is best wel heet vandaag. En ik heb net bij PR-bureau
deze zonnebril. Ik weet niet of je het zelf bent, gaat niet zien. Deze zonnebril meegenomen en hij is van. Ik weet niet de merk heet. Holmes en Baird. Holmes en Baird. En deze top is van My Jewelry. En ik heb gewoon weer een Levi's short aan, dat is zoals altijd. Zo stuk als hij zo lacht. Ja. Wij zijn weer thuis. Ik heb een make-up er afgehaald en het was heel gezellig. We hebben ook even lekker nog gegeten bij Tony's. En nu gaat Bibi haar iPad installeren. Ben je er blij mee? Ja. Echt, toen ik naar de middelbare school ging, kreeg ik een schrift van de HEMA en een pen. Misschien. En etiketten, zodat ik na mijn boekenkaften kon schrijven. Want jij vond boekenkaften niet leuk, of wel? Tuurlijk vond hij dat niet leuk. Ik vond dat wat is dat voor vraag? Ik vond dat het allerleukste dat er was. Ja, excuse me, maar ik raakte zo gefrustreerd door die tering. Als ik, ja, je had natuurlijk geen geduld daarvoor. Op een gegeven moment had je van die flexibele kaften, die ging ik altijd van die elastieke. Ik haat boekenkaften en dan ging het weer stuk. Ik wilde dat echt perfect doen altijd. Ik niet. Het is echt leuk, hoor. Ik denk als ik nu 12 was geweest, dat ik het echt geweldig vond, want dan kon je allemaal tutorials op YouTube kijken. Ik heb letterlijk 3 boeken om te kaften. Hoe zeg je 3 boeken? Omdat al die mensen hebben alles op de iPad tegenwoordig. Ja, dat is wel makkelijk. Ja, had jij ook allemaal boeken? Tuurlijk had ik allemaal boeken. Ook geen iPad nog? Tuurlijk niet. Wat? Ik ben niet 8. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En we zijn net wakker. En ik ga met Monica en Bibi het allerleukste ooit doen. Namelijk make-up kopen. We gaan naar de CVS en naar Sephora. Dat is echt het allerleukste hier ooit om te doen. En ja, daar heb ik veel gezien. We have arrived to heaven. A.k.a. CVS. We zijn zo gelukkig. Hier al die niks producten. Je hebt het gevoel dat je waarbij die vanzelf krult. En nu doe je haar dus en dan... Ja, maar heb je al die video's gezien dat je haar brandt? Iedereen haat deze. Dus dat gaan we niet doen. Ik heb net Abu Dhabi even nieuwe gekocht. Van niks ingeslagen. Maar je hebt hier zoveel niks. Wat moet ik allemaal kopen van niks? Ik heb het gevoel van niks dingen missen wat we moeten hebben. Heb jij deze? Ja, heb ik. Maar die vond ik niet per se fantastisch. En die concealer? Die HD er is een soort contour ding. Die moet je hebben. Het is een soort oogschaduw eigenlijk. Nee, het is een blush. Hoe heet die nou? Hij is een beetje grijzig. Hij is altijd uitverkocht overal. Ja, maar bij dit soort winkels dan niet, denk ik. Nee. Oké, dit is ons mandje tot nu toe. We hebben deze, want die heeft Nikki Tutorials altijd op. En we hebben net geprobeerd, die is echt heel goed van Lancôme Foundation. Dit is echt, als je dikker haar wilt, best product ever. Ja. En dit krijg je zogenaamd grote lip. Want ik zal het allemaal zoeken trouwens en linkjes posten. En dit stond aangegeven. Ik ga dit zo proberen. Nou, deze van Benefit is echt mijn favoriete product ooit. Daar heb ik een mini versie van. Mo heeft een mini versie van haar favoriete concealer. Nou, we gaan straks wel verder kijken. En Mo gaat een hele uitgebreide shoplog opnemen. Mijn favoriete parfum ever. Ik heb aan de andere kant nog meer parfums. Wij zijn thuis. En alle rommel staat hier. Maar dat gaan we in de shop nog allemaal laten zien. Dus. Nadat ik het heb gebruikt, ga ik het gewoon weer allemaal neerzetten om morgen te kunnen filmen. Ja, dat moet je ook doen. Dat is leuk. Dan is het nog brand new. Brand new. En voor Ollie heb ik 2 leuke broekjes gekocht. En een petje. Die laat ik nu wel even zien. En een petje, maar die is nog te groot. Deze, je hebt dus Gap Kids. En daar heb je echt de allerleukste spullen. Like ever. Deze. Ook een broekje. Zo, wij hebben Sander opgehaald uit de studio. Hi San, hoe was je studio dan? Ja, super top. Het was echt heel leuk. We zijn echt excited. Er komt een heel leuk nieuw nummer uit. En ik heb dit aan. Deze top van Pretty Little Things. Ook hieronder linken. Vintage Levi's. En meer mijn slippers. En ik heb... En deze zonnebril weet ik niet. En deze is van... Ook vintage trouwens. Ja. Dus dat, we gaan nu naar een barbecue bij vriend van Sander. Daar hebben we wel zin in. Weet je waar ik zo'n zin in heb, San? Nee.
in een zwarte koffie, zeg maar, zoals die uit ons apparaat komt. Die hebben ze daar. Dat verwacht ik. Dus ik heb daar de hele dag al zin in dat ik daar mijn zwarte koffie heb. Maar ik kan niet wachten om in zijn studio te creepen. Okay. Hey guys, good morning. Het is vandaag. Oh, het is zondag. Ja, zondag. En ik ben mijn spullen aan het inpakken, want we gaan uit het huis dat we gehuurd hadden voor de afgelopen 2 weken. Ik kan echt niet geloven dat deze 2 weken al voorbij zijn. En ik vind het ook wel jammer. Mijn kapsel heb ik trouwens. Maar goed. Bibi en Monica gaan morgenochtend vroeg terug naar Amsterdam. En Sander en ik zijn er nog een week. En we gaan denk ik naar 2 verschillende hotels. Eentje downtown, dat leek ons ook wel leuk. Dat doen we de laatste 3 dagen. En morgen gaan we denk ik naar een ander hotel, maar dat hebben we nog niet geboekt. Maar we hebben ook best veel vrienden hier, dus we kunnen ook bij vrienden slapen mochten we niet een leuk iets kunnen vinden. Dus komt wel goed. En ja, that's it. Ik ben dus aan het inpakken en we hebben zoveel rommel. En ik wilde heel graag een shoplog opnemen, maar ik doe dat eventjes als ik in Nederland ben. Want Bibi gaat een extra koffer van mij mee naar huis nemen. Met al mijn kleren en dingen die ik heb gedragen. En dat soort dingen die ik niet meer nu hier aan ga doen. Dus die... daar is ook een aantal dingen die ik gekocht heb. Dus dat is niet handig. Dus ik ga thuis een shoplog opnemen in Nederland. En doe even een duimpje omhoog als jullie dat leuk vinden. Want ik heb nog nooit een aparte shoplog opgenomen. Ik doe dat alles in de vlog. Ja, let me know. Oké, dit is de koffer die nog blijft. Ik ben trouwens zo blij met deze schoenen. Dit is de koffer die blijft. Een Ollie's koffertje. En dan zijn we klaar. Dit is trouwens wat ik aan heb vandaag. Dat laat ik echt te weinig zien hier. Maar bij deze. Dit rokje heb ik gekocht. Maar die krijgen jullie ook nog in de shoplog te zien. Ik zal hem online nog zoeken. Hij is van Carven. Dat is echt een van mijn lievelingsmerken. Maar hij was $500, $600. En hij was afgeprijsd voor 75. Dus daar was ik erg blij mee. Deze Calvin Klein top die ik via Naked heb. Ik denk dat die er nog wel is eigenlijk. En dit is echt wel een van mijn meest gedragen tops. Want ik heb echt moeite met tops vinden die je vaak aan kan en niet zat raakt. Dit is wel een van mijn favorieten, dus die zal ik ook linken. En deze schoenen. En ik heb niet echt make-up op, want daar heb ik geen zin in. Because I am very tired. En ik ga ook even de vlog afsluiten, want ik heb voor mijn gevoel echt heel veel gevlogd. En ook best wel veel verschillende dingen. En ik hou er niet van als het dan te chaotisch wordt in één vlog. Dus ik ga de vlog afsluiten. En heel erg bedankt voor het kijken. Er komen nog best wel wat LA-vlogs dus aan. Want we zijn hier dus 3 weken. Subscribe even hieronder. Hier ergens, wherever. Als jullie dat nog niet gedaan hebben. En volg me ook op Instagram. Dat is @queenofjetlags. That's it. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie zondag weer.